dan heb ik hem geïnhaleerd. Wat gebruik je nu? Alles wat, wat je in rook uit kan blazen. En waarom doe je dat eigenlijk? Iets wat je mist uit je levenscirkel, denk ik. Ja, zo, ja. Ik zie het leven als een cirkel, weet je? En je dingen, je ervaring, soms kun je die dingen niet verwerken of je hebt geen luisterend oor of ja, je moet toch, je moet iets, je moet je verhaal toch kwijt. En dan, ik, ja, mijn verdriet. Kijk mij eens aan. Wat is dat? Dat is mijn potje methadon, die ben ik net wezen halen. Bouterse Rosita. Mijn roepnaam Rosita. Bouterse van Daisy Bouterse? Ja. Wat ben je van hem? Mijn vader die was zijn oom. Dus ik ben zijn nichtje. Maar ik heb nog nooit in contact met hem gekomen. Ik heb me laten vertellen door mijn familie, door mijn moeder, dat mijn broer wel. En mijn zus, die konden hem wel. En ja. Andere die grotere, maar ik ben een van de jongste. Ik heb één zusje onder mij. En dat doet me best wel pijn, want sinds kort heb ik gehoord dat ze ook aan de doop zit. Hallo papi. Ga je lekker mee, schatje? Ja, lekker verwennen. Lekker klaarpijpen of neuken of allebei of ouwe hoeren gezellig, is, zeg het maar. Nou, trek maar gezellig wel af. Nou, doe maar, dan hou je 150 gulden over. Doei. Ben je wel veilig eigenlijk? Of blijf je altijd rond door? Ja. Ja? Ja. Heb je geen aids? Nee, gelukkig niet zeg. Geen TBC, niks. En mij? Ja, dag. Ik zal voor jou een beetje gaan paraderen vanop. Soms vraag ik me eigen wel eens af, weet je, wat moet er van mij terechtkomen met de toekomst? In een denken wat je allemaal zou verlangen, wat je zou willen. Hier leef ik dus, slaap ik, maar ik ben meer buiten als binnen. Blah. Ja, Wimpy? Melk en suiker in de thee? Ja, ja hoor. Okay. Kijk, hier was mijn kleindochter. 4 dagen. Leuk, hè? Dat doet me helemaal stralen. Hier was ze, is ze samen met mijn dochter, was ze 7 maanden. Haha. Ja, ja. Ik heb ze alleen in huis gehad. Heb ik ze 2 keer weggestuurd. Daarna lag ik op bed, s'avonds, en dan stond ze weer voor de deur. En toen, nou ja, mag ik hier slapen? Nou ja, ga maar op de bank liggen. En ja, zo is het een van het andere gekomen. Laten we toch eens zeggen, dan neem ik je maar in huis. Viel u op haar? Nou, vallen. Nee. Ja en nee. Gewoon eerlijk zeggen. Nee, ik ben niet gevallen op haar. Dat, nee, je bent niet gevallen, we zijn samen gelopen. Ja, dat kon ruim maar niet. Maar ik wou ze gewoon helpen. Nee, de Heer wil dat jij mij helpt. Heb je toen geschreven voor mij. En dat vind ik heel lief, echt waar. Nou, dat is want ook... jij denkt dat ik niet van je hou, maar ik hou wel van je hoor. Ja, maar op zo'n manier kan je... Het is in feite een... Wat voor liefde is dit? Ja... Ja, wat voor liefde. Kijk, ik ben... Ik weet het ook niet. Shit, sorry, waar is mijn zak gebleven met mijn kleren? Omdat hij is te goed, weet je? Want dan, kijk, dan gaat hij mijn kleren oprapen als ik er niet ben. Dan gaat hij ze wassen.
En dan weten we meer waar mijn spullen zijn. Omdat ik jou in huis heb genomen, omdat ik jou dit al heb gegeven. Daarom hebben ze mij laten doen aan de avondmaal, ja hoor. Nee, nee, hebben ze mij... Laat jij groot maar in de boom klimmen voor mij. Nee, nee. Ik ga op mijn buik af, hoor. Nee, nee. Daarom ben ik de kerk uit. Mag ik niet meer in de kerk komen. Dat meent u niet. Hè? Is dat zo? Ja. Dat is gewoon lul. Echt ja. waar? Ja. Dan moesten ze maar niet accepteren aan de avondmaal, Wim. Dan gaan we nou geen bullshit zeggen. Maar dit is geen bullshit, joh. En ook al praat ik op zo'n manier tegen je, ik hou nog van je en ik heb zoveel respect luisteren. Voor je, juist. En daarom ga ik nou gewoon toch op je, want je praat alleen maar gek. Je houdt je eigen voor de gek. Echt niet. En dit is gewoon de waarheid wat is, nee. Rosita. Nee, Wim. En dat is, ja. En zulke soort dingen geef je gewoon meer rooklust, weet je? En dan gewoon niet eerlijk tegen je is. Ja, ik ben wel eerlijk. Hoeveel heb je nou per dag nodig om niet ziek te worden? Een paar meiden. Twee, drie. Om niet ziek te zijn aan de hand. Zeg, heb ik nou een goed figuur voor mijn leeftijd? 38. Oh, maatje. Oh. Ja, wel. Wim! Wat doe je met het water, joh? Geld komen natuurlijk. Ze moeten zich meer verzorgen, die mannen. Die oude lulletjes aan, hè? Of tenminste, dat geval eventjes een beetje onder de douche douwen. Of desnoods met naadvochtige doekjes of vegen of zo, als ze erin niet douchen willen. I love you. Een kusje dan? Mm-hmm, een kleintje. En die ook. Mijn poppetjes, mijn engeltjes, mijn hartjes. Ruim het even gewoon. Ja. Goed. Oké. Doeg. Doeg. Een naald doe ik niet. Maar verder doe ik er een tongzoenen. Dat doe ik niet. Oh. Ik voel me echt... Rot. Ja. Dan is het echt geen pretje om te werken, hoor. Je zou zo kunnen janken dat je in dit wereldje zit, weet je. Wacht even op nou. Ik hou het niet vol. Het lopen hou ik echt niet vol. Toen ik nou nog een geeltje had, dat was het. En er ruikt ook haast niks. De bommen. Moeilijk hoor. Ik heb nu heb ik het echt moeilijk. Ik voel me gewoon geen mens. Nu. Rosita, hoe lang denk je dit vol te houden? Hoe lang ik denk, dat weet ik niet, maar ik wens niet lang. Echt waar, dat ik op korte termijn er echt vanaf ben, nooit meer aan hoef te denken of over mee zou zitten en het zou lusten en dat soort dingen. Dat is het verlangen hiernaar gewoon verleden tijd echt een dikke streep eronder. Eerlijk.